Neem je mij terug naar 2001. Als je keeperstrainer bent en je gaat mee met het eerste elftal, denk je niet dat je zelf nog een actie hoeft te komen. Het overkwam Piet van der Toren, al lang gestopt als doelman bij Scheveningen, mee met één naar ARC. En dan staat Arnoud Toet in de goal, die krijgt rood. En Toet, die ver zijn goal uitkomt, te ver. Niet goed te zien, raakt de bal met de hand. En scheidsrechter Akkermans, je weet het, daar staat maar één sanctie op. Dat is de rode kaart. Danny Koning, keeper nummer 2, niet helemaal fit, valt in en moet er ook uit met een gebroken middenvoetsbeentje. Dus, ja, er zit niks anders op. De keeperstrainer moet in de goal gaan staan, tussen de palen. En ja, je gelooft het niet. Dat gun je hem ook niet, hè. Dat gun je niemand. Het staat al 2-0 voor ARC. Balkover schiet 4 minuten voor tijd. Een houdbare bal richting Van der Toren. En Piet gaat enorm de fout in. Piet werd daar niet vrolijk van. Hij heeft nog krantenknipsels ervan. Maar ik weet, hij kijkt ze niet al te vaak. Toch wel bizar, hè. 3 keepers gebruiken. 2 echte keepers en dan je keeperstrainer die dan een fout maakt. Neemt niet weg dat Piet van Scheveningen altijd een geweldige doelverdediger is geweest. En ja, Chiapoa hing er wel staan. Zonder wedstrijdritme. En dan mag je toch zo'n fout maken. Stond toch al 2-0. Piet, trek het hier niet aan, hoor.